computer. Yes, welkom weer bij een nieuwe podcast. En vandaag hebben we een speciale gast, helemaal vanuit Thailand. Welkom Michael. Dus super tof dat je er bent in ieder geval. En laten we gelijk even beginnen met een kleine introductie voor de mensen die jou nog niet kennen. Yes, dankjewel voor de uitnodiging. Mijn naam is Michael, ik ben 33 jaar. Ben nu sinds 7 jaar ben ik ondernemer. Dat doe ik samen met mijn compagnon Robin, wat ook mijn beste maat is. Die ken ik al 30 jaar. Ik kom uit Rotterdam, tenminste de omgeving Rotterdam. Eigenlijk altijd, vroeger wilde ik altijd een carrière-tijger worden binnen corporate bedrijven. Ik heb bij Vodafone gewerkt, bij Suez. Wat voorheen CITA was, afvoerinzamelaar. Maar toen eigenlijk in contact gekomen met het reizen om de wereld heen. Dat heeft mij toch wel mijn ogen doen openen dat er ook meer is in het leven dan puur alleen Nederland. Nou, uiteindelijk met e-commerce in aanraking gekomen via Charuan, waar volgens mij heel veel mensen via zijn begonnen. En daar is mijn e-commerce journey eigenlijk begonnen. Ja, super tof man. En je zegt natuurlijk dat je met je beste maat hebt begonnen. Ja, dat is voor velen misschien een droom. En voor velen misschien ook een uitdaging. Ik ben ook met een middelbare schoolvriend begonnen. Bij mij liep dat niet helemaal lekker. Want ja, dan stopt er misschien meer tijd in, of die ander stopt er misschien meer geld in. Ik was wel benieuwd hoe jullie echt als vrienden, businesspartners zijn geworden in die tijd. We hadden het er eigenlijk over tijdens onze reis in de Filipijnen. Zeiden we eigenlijk van we moeten eigenlijk wat vinden wat onze leven kan onderhouden, zou we gewoon lekker door kunnen reizen, dus echt locatie onafhankelijk kunnen zijn in die zin. Hij volgde toen Charuan op Instagram en hij zei tegen mij van, joh, Mike, je moet hem ook even gaan volgen, want hij deelt best wel toffe dingen, zeg maar. Zijn marketing was gewoon best wel on point op dat moment, want hij was overal. Ja, zeker. En toen gaf hij op dat moment gaf hij een gratis training. Hij was toen ook zelf in Thailand. Dus ik dacht van, ja, weet je, waarom gaan we die gratis training niet eens even volgen? Dus wij bij mijn compagnon op zijn zolderkamer die training gevolgd. En toen ze was volgens mij, wat was het, 1000 euro of 1200 euro volgens mij, wat erin, 997 als je het Ja, jaar meteen afnam. En dat mocht je in drie termijnen betalen volgens mij. Dus ja, we hadden zoiets van, ja, weet je, waarom gaan we het niet gewoon proberen? We werkten toen, op dat moment werkten we allebei fulltime. Dus we konden het geld konden we in die zin missen. Ik woonde toen nog bij mijn vader. Hij woonde ook bij zijn ouders nog, zeg maar. Dus zo gezegd, zo begonnen. En in het begin was het gewoon, nou, we gaan gewoon even kijken hoe het werkt. Weet je, we zijn ook beide best wel andere personages. En ik denk dat dat ook wel helpt bij de samenwerking. Maar daar kom ik zo meteen even op terug. En het ging eigenlijk vanaf het begin ging het al best wel lekker, eigenlijk. We hadden in onze eerste 5 producten, we hadden 1 totale miskoop, waar eigenlijk vrijwel het grootste budget heen was gegaan. En 1 product wat best wel lekker liep op dat moment. Ja, op een gegeven moment merkte ook wel dat Robin, die was wat meer van de logistieke kant. Dat deed hij bij zijn werk ook, logistiek gezien. Praten met leveranciers. Hij is heel goed in Engels. En ik was wat meer de back-end van het bedrijf, zeg maar. Dus administratie, wat meer verdiepen in wet en regelgeving. Dus zo hadden we eigenlijk beide wel een beetje ons dingetje, zeg maar, binnen het bedrijf. En ik denk dat dat heel belangrijk is als jij met een goede maat gaat ondernemen. Want als jij twee dezelfde personen bent, dan zou ik het zelf niet aanraden. Dus je moet beide eigenlijk je eigen specialisaties hebben. Ja, precies. En dan heb je natuurlijk nog een stukje geld. Ja, heel veel mensen veranderen zodra het om geld gaat natuurlijk. Als je met eigen geld gaat inleggen. Dus jullie hebben die cursus toen van 1000 euro begonnen. Hebben jullie gewoon 50-50 split gedaan? Of hoe zijn jullie dat toen Ja, gestart? alles is in principe gewoon 50-50 split gegaan. En met betrekking tot geld is het gewoon heel simpel. Alles wordt overlegd en beide moeten akkoord geven. En als de ene niet akkoord is, dan doen we het niet. En dat hebben we gewoon vanaf het begin zo afgesproken. En ik denk dat wij daar beide ook wel redelijk flexibel in zijn. Omdat wij beide ook wel van elkaar weten dat we, ja, weet je, wij zijn financieel, omdat wij natuurlijk samen zijn gaan ondernemen, zijn wij financieel best wel aan elkaar verbonden. Dus we weten ook van als de ene een fout maakt in die zin, ja, dan raakt die de ander daar ook mee financieel, om even zo te zeggen. Maar ja, daarin moet je elkaar natuurlijk ook gewoon een klein beetje vergevingsgezind zijn. Tuurlijk moet je kritisch blijven naar elkaar. Dat moet ook zeker in het bedrijf. Maar het is wel gewoon van,
financiële keuzes moeten door beide goedgekeurd worden. Nou ja, gaat het dan mis, zo be it. Dan draag je beide de, ja, beide de, Ja, hoe noem je precies. dat? De backlash, zeg maar. Beide de dingen die erachteraan komen. Okay. En in die tijd dat je nog in een 9 tot 5 zat en je beste maat ook in die 9 tot 5 zat, hoe heb je dat gecombineerd? Want ja, heel veel mensen die starten met een bol business of dropshipping of wat dan ook, vaak naast hun huidige baan of huidige studie. Hoe is dat in die periode bij jou gegaan? Ja, idem dito, hetzelfde. Ik had gelukkig, ik werkte op kantoor, dus ik had altijd de computer tot mijn beschikking. Dus ik kon redelijk tussendoor af en toe even kijken of we hebben bestellingen, ja of nee, weet je wel. Daar hield ik dan Robin van op de hoogte. Maar meestal was het, mijn werk begon om 8 uur. Dus ik ging dan rond 7 uur ging de deur uit, 7:30. Dan was ik vaak om 5:30 weer thuis, na eten en daarna door naar Robins huis om... samen weer door te gaan werken tot een uurtje of 11, 11:30. Dus ik was daar wel dagelijks gewoon bezig van een uurtje of 7 tot 11:30. Slapen, wakker worden. En ja, dat hetzelfde, zeg maar. Ja, dat heeft in principe het eerste jaar zo is dat zo doorgegaan. En toen op 1 januari, het tweede jaar dat wij gingen ondernemen, heb ik ontslag genomen. Omdat op dat moment ging het al best wel goed. Dat we beide zoiets hadden van, nou, weet je. Er moet iemand fulltime in het bedrijf gaan werken. En Robin werkte op dat moment ook voor een zelfstandig ondernemer. Die had zijn bedrijf ook helemaal uitgebouwd tot een miljoenenbedrijf. Ze hadden zoiets van, ja, het is dan misschien wel handig als jij er blijft werken. Want jij kan best wel veel handige dingen vragen aan zijn baas, zeg maar. Ik werkte voor een corporate, hij werkte voor een wat kleiner bedrijf op dat moment. Dus toen hadden we de keuze gemaakt dat ik fulltime op dat moment in het bedrijf ging werken, zeg maar. En op dat moment ook als enige salaris kreeg. Dus dat hadden we ook zo afgesproken. Dus Robin, die deed het op dat moment nog voor zijn... die kreeg gewoon salaris vanuit zijn bedrijf, om maar zo te zeggen. Vanuit zijn baan. En ik kreeg als enige een salaris vanuit het bedrijf op dat moment. Ja, ik vind het aspect wel bijzonder dat je zegt van dat je van 8 tot 5 aan het werk bent en daarna van 6 tot 11. Dat is ook een periode die ik zelf heb gehad van 6 maanden, maar toen was ik zelf persoonlijk wel helemaal op. En ik had een beetje als doel gesteld van hey, binnen die 6 maanden, ik heb een 6 maanden contract bij die baan. Als ik dan 2000 euro winst overhoud met mijn bol-onderneming en Shopify, dan kap ik ermee, bij wijze van. Dan ga ik bezig. En toen was het wel gelukt. Maar ik weet wel, die periode voor mij was wel redelijk zwaar. Omdat ik voelde die 9 tot 5, ik voelde me daar niet helemaal thuis helemaal. En dan ga je daarna ook nog van 5 tot 11 werken. Nou, jullie deden dat natuurlijk wel samen. Misschien maakte dat het iets minder zwaar. En ja, in de weekenden, je weet het zelf ook, dan ben je zelf ook altijd nog bezig met dingetjes leren en dingetjes verbeteren uiteindelijk. Ja, klopt. Ja, weekenden gebruikten wij meestal om producten naar LVB te versturen. Dus dan zaten we altijd op zaterdagmiddag zaten we te stickeren en dingetjes in de doos te doen. En dan werd dat maandag altijd bij mij thuis opgehaald. En ja, aan de ene kant natuurlijk, het waren lange dagen. Maar aan de andere kant, ik had niet het gevoel alsof ik heel erg vermoeid was. Ik had wel dat gewoon, weet je, op een gegeven moment heb je een doel voor ogen. En ik vond het in het begin vond ik het ook superleuk, weet je, alle nieuwe ervaringen, nieuwe uitdagingen die je krijgt als ondernemer, geven in die zin ook best wel veel energie, vind ik. En zeker ook als je dan het oog hebt van, nou ja, weet je, als het dan ook lekker gaat natuurlijk. Ik bedoel, het is natuurlijk fijn als je vanaf het begin meteen ziet van, nou, oké, het levert ook daadwerkelijk wat geld op. Want wij hebben in principe, we hebben er één keer geld ingestopt vanuit onszelf. En vanuit daar hebben we het eigenlijk met alle uitbetalingen van Bol telkens gewoon weer verder opgebouwd, zeg maar. Dus toen we dat zagen, en ook zeker na, toen ik ontslag kon nemen bij mijn baan, toen hadden we wel zoiets van, nou ja, dit kan wel echt daadwerkelijk wat worden, zeg maar. En nou ja, in principe het tweede jaar zaten wij al gelijk bijna aan 500.000 euro omzet. Dus dat was ook best wel succesvol. En daarna zijn we Growthful ook nog gestart, wat ook meteen al vrij lekker ging vanaf het begin. Dus eigenlijk ieder jaar hebben we wel gewoon hele mooie stappen gezet, waardoor je eigenlijk constant wel die goede motivatie erin hield, zeg maar. Nice. En hoe was die stap voor jou van 9 tot 5 tot gewoon fulltime? Ja, dat je gewoon je eigen tijden, et cetera, kon bepalen. Was dat voor jou een veilige stap of voelde je daar nog een beetje angst bij op?
Nou, het was voor mij in die zin een veilige stap, omdat ik wist dat we op dat moment al best wel wat cashflow hadden. En ik woonde nog samen met mijn vader, dus ik had eigenlijk vrijwel geen kosten. Ik hoefde alleen mijn zorgverzekering te betalen en mijn telefoonabonnement. En af en toe even boodschappen her en der. Dus ja, weet je, mijn kosten waren vrijwel niks. Dus in die zin was het vrij veilig. Hetgene waar ik het meeste moeite mee had, was van heel veel structuur naar geen structuur gaan. Dus je weet als je 9 tot 5 aan hebt, nou, je moet om 9 uur moet je op je kantoor staan. En tot 5 uur. En daarna ga je in principe eten en je gaat slapen, bij wijze van spreken. Ik weet nog wel dat ik de eerste dag wakker werd. En ik denk dat ik rond 10 uur mijn bed uitkwam. Ik denk van, hè, ik hoef mijn wekker niet te zetten. Lekker. Dus ik kwam rond 10 uur mijn bed uit. Oké, wat ga ik nu doen? Dus je hebt in één keer heb je zeeën van tijd, zeeën van tijd. Ik merkte dat ook de eerste paar maanden toen ik hier in Thailand woonde. Heb ik echt gewoond alsof ik op vakantie was, terwijl ik eigenlijk ging wonen, zeg maar. Dus het is best wel even die switch die je in jezelf moet maken van, wacht eens even, er moet ook gewerkt worden. Ik ben natuurlijk niet voor niets gestopt met mijn baan. Dus ik nu ga leven alsof ik er niks meer aan te doen heb, niks meer te doen heb. Ja, dan gaat het bedrijf natuurlijk ook niet groeien. En dan werkt Robin wel de rest van zijn leven nog voor een baas, zeg maar. Ja, Dus logisch. dat was denk ik de stap waar ik de meeste moeite mee had. Ja, dat is misschien ook wel een goede voor de luisteraars van, ja, als je bij je vader of bij je moeder woont of wat dan ook, dan heb je vrij weinig vaste lasten in principe. Misschien een autootje hier en daar of wat eten of een Ja. abonnement. Ja, in die tijd kan je natuurlijk veel meer risico nemen dan iemand van 35 met een vast gezin en een huis en hypotheeklasten, et cetera. Het is altijd heel erg makkelijk om te zeggen stop met je baan. Maar op dat punt dat je dat had gedaan, had je al een goede cashflow business. Toen liep het. Ja, absoluut. Ja, ik zou nooit iemand aanraden zomaar te stoppen met zijn baan. Kijk, als jij de verantwoordelijkheid hebt om voor jouw gezin te zorgen of om jouw hypotheek te betalen. Nee, dan ga eerst gewoon eventueel met een financieel adviseur zitten. Of eventueel, als je er zelf heel goed bent, ga voor jezelf echt op rij zetten. Van oké, wat heb ik nou nodig vanuit mijn bedrijf? Heb ik genoeg backup om, mocht het een keer wat minder gaan, om dat op te vangen? Neem dan de keuze. Maar ja, als jij een verantwoordelijkheid hebt om voor jouw gezin te zorgen, stel je hebt kinderen, stel je hebt een vrouw of wat dan ook, ja, dan moet dat in mijn ogen altijd voorgaan dat jij. Met je 9 tot 5 kan stoppen, zeg maar. Ja, precies. Nou, je hebt natuurlijk best veel gereisd, denk ik, de afgelopen jaren. Je woont nu zelf in Thailand. Hoe is een beetje die reis voor jou gegaan? Wat trok je zo aan Azië en locatie onafhankelijk werken? Waarom wilde je daar zo graag naartoe? Nou, in eerste instantie trok Azië me eigenlijk helemaal niet. Heeft het me ook nooit getrokken. Maar dat kwam meer gewoon van, het is ver van mijn bedshow. Ik ben er nooit geweest. En weet je, in Nederlandse nieuws worden Aziatische landen vaak als vies omschreven, et cetera. Maar Robin, die zat toen in Nieuw-Zeeland, volgens mij. Die was daar net 1,5 jaar geweest. En die post op Facebook van, joh, ik ben klaar in Nieuw-Zeeland. Wie heeft er zin om met mij de komende maand naar Thailand te gaan? En ik had op dat moment nog geen vakantieplannen. Terwijl ik wel gewoon makkelijk 3, 4 weken vrij kon krijgen. Want buiten dat nam ik eigenlijk vrijwel nooit vrij. Dus ik had zoiets van, ja, weet je, waarom niet? Is een keer wat nieuws. Dus dat was eigenlijk de eerste stap buiten de comfortzone die ik ooit nam, om maar zo te zeggen. Dus ik reageerde op zijn Facebook, zeg van, joh, weet je wat, laten we doen. Ik kom wel vanuit Amsterdam, kom ik die kant op. En hij kwam dan vanuit Nieuw-Zeeland. Dus 3 weken daar op vakantie geweest. En ja, je merkt gewoon meteen in wat voor andere wereld je bent. Het is je allemaal zo relaxed. Weet je, als je je geld verdient in Europa en je kan in Azië leven. Nou ja, jij weet het ook in Bali. Je geld is hier gewoon, het lijkt wel 5 keer zoveel meer waard. Terwijl het in Nederland alleen maar minder waard wordt, heb ik het idee. Ja. Dus ja, maar op dat moment was ik daar totaal niet mee bezig. Op dat moment was ik gewoon van, wauw, een hele nieuwe wereld. Hier wil ik meer van. Meer van proeven, zeg maar. Dus toen ik terugkwam, toen zei Robin ook meteen tegen mij van, ja, weet je, ik wil volgend jaar wil ik weer gaan reizen naar Azië, maar dan een jaar lang. Dus ik zeg, prima, ik ga met je mee. Weet je, ben ik naar mijn baas gegaan, van, joh, naar mijn manager. Ik werkte toen bij Vodafone als assistent manager in de winkel. Van, joh, luister, over 10 maanden ben ik weg. Dus dan weet je, dan kan je daar alvast op voorbereiden. En dat gaf ook voor mezelf wel dat soort van doel van oké, over 10 maanden moet ik genoeg gespaard hebben dat ik een jaar lang weg kan blijven. Dus dat was ook weer meteen voor mezelf een soort van oké, let's go, let's do it. Ja, vanaf dat moment ben ik eigenlijk ieder jaar wel richting Azië geweest.
Toen dat jaar ben ik naar Cambodja, Vietnam, Laos, Thailand ook weer geweest, Indonesië, Singapore. Ben daarna nog 2 jaar naar de Filipijnen geweest. Ik ben nog 1 jaar naar Colombia geweest. Dus gewoon vakanties dan, zeg maar. En toch bleef Thailand me altijd trekken als een soort van. Altijd als ik naar Thailand ging, voelde het gewoon als thuiskomen. Dat had ik bijvoorbeeld met Nederland had ik dat niet meer. En ook in die andere landen, alhoewel die landen geweldig zijn. Hoor, begrijp me niet verkeerd. Colombia is geweldig, Filipijnen is geweldig. Vietnam vind ik helemaal geweldig. Dat is echt mijn tweede favoriete land om naartoe te gaan. Toch bleef het stukje Thailand altijd in mijn hoofd zingen, zeg maar. Dus ja, op een gegeven moment heb ik ook gewoon gezegd. Ik denk dat ik dat het 2026 was, toen werkte ik ook nog gewoon fulltime. Tegen mijn pa ook gezegd: luister, ik ga daar ooit gewoon een keertje wonen. Ik weet niet wanneer. Ik probeer het voor mijn 35ste, maar ik ga daar ooit een keer wonen. Nice. En hoe reageerde thuisfront een beetje daarop dat je ja, zo'n lange periode wegging, et cetera? Was dat voor je moeilijk of begrepen ze wel wat je aan het doen was, ook met ondernemen? Snapten ze een beetje wat je aan het doen was of hadden ze geen idee? Nou, ik heb op zich altijd wel geluk gehad dat mijn ouders altijd wel vrij relaxed waren in die zin. Weet je, ze lieten mij altijd wel redelijk vrij. Tuurlijk, ik had vroeger natuurlijk gewoon mijn regels dat ik op tijd moet thuiskomen, et cetera. Maar ze lieten mij wel gewoon altijd een beetje mijn ding doen. Gewoon een beetje, ja, ook toen al een beetje ondernemen, experimenteren, gewoon het avontuur opzoeken. Als ik mij niet over de schreef ging, zeg maar. Dus in zekere zin, en mijn broer die is ook wel redelijk een fervent reiziger, dus. Ze waren het al wel een beetje gewend, om maar zo te zeggen. Dus ook toen ik mijn moeder vertelde dat ik naar Thailand ging verhuizen. Mijn broer die was daar een paar jaar eerder, was hij al naar Spanje verhuisd. Dus ze hadden het al redelijk een beetje dat ze er gewend mee waren. Oké, nice. Ja, laten we even richting Bol gaan. We helpen natuurlijk allebei Bol-verkopers. En ja, dat zullen de meeste luisteraars ook zijn, of startende Bol-verkopers, Ja. of mensen met Shopify Store of iets in die richting. Laten we gewoon even induiken van, hey, hoe zou jij als beginner starten met een nieuwe, ja, winstgevende Bol-business? Echt van A tot Z, dat we even dat proces induiken. Ja, naast natuurlijk KVK en BTW-nummer. Je hebt die Bol Store, hij is geopend. Wat zijn de eerste stappen die je zou gaan nemen? Eerste stappen voor mij, wat ik zou nemen, het belangrijkste is natuurlijk product research. Dus de eerste stappen die ik vooral zou nemen, is zoveel mogelijk informatie inwinnen over hoe vind ik nou een winstgevend product. Dat uiteindelijk is het product is je ruggengraat van je bedrijf. Als je geen product hebt, ga je geen geld verdienen. Heel simpel. Zoveel mogelijk info winnen. En dat kan door middel van coaching. Er staat ook natuurlijk genoeg gratis informatie is te verkrijgen. Maar in mijn ogen is coaching afnemen van iemand is daarin gewoon een hele goede optie. Omdat dat vaak mensen zijn die zelf al bewezen verkopers zijn. Zelf al bewezen hebben dat ze in die succesvol zijn. Je moet dat natuurlijk wel even verifiëren. Maar in mijn ogen is dat nooit verkeerd om te doen. Mocht je het toch zelf willen doen, ook prima. Maar ga dan wel je research doen. Ga de uren instoppen. Ga zorgen dat je goed wordt in product research. Vervolgens wil je natuurlijk ook weten wat je verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn als ondernemer. Dus stel je koopt een product in, moet die aan bepaalde wet en regelgevingen voldoen? Toevallig heb ik maandag een eerste gesprek gehad met een nieuwe student bij ons die verkoopt in de kooknische, zeg maar. Nou, alle producten die met voedsel in contact komen, moeten bijvoorbeeld food contact documentatie hebben. Dat weten heel veel mensen niet, omdat vaak alleen de aandacht uitgaat naar CE. En die verkocht al 2 jaar op Bol en die had die documentatie dus niet. Dus ja, meteen daar op actie ondernemen. Dus weet heel goed wat je verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn. Weet dat je belasting moet betalen. Weet dat je administratie bij moet houden voor een x aantal jaar. Nou ja, ga zo maar door. Dus weet wat je verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn. Vervolgens ga je dat natuurlijk met een leverancier in gesprek als je dat product hebt gevonden. En het is ook belangrijk dat je in mijn ogen meteen bij de bron gaat zitten. Dus meteen bij de fabrikant. Je kan gaan testen via een trading company. Kan, omdat die vaak lagere MOQ's hebben. Maar vaak heb je wel bepaalde manieren als je bijvoorbeeld heel veel verpakkingen in één keer afneemt, dat je ook vaak een lager MOQ kan hanteren qua inkoop. Dus dat je bijvoorbeeld, je bestelt 500 verpakkingen voor 20 cent per stuk. En die vul je dan telkens met 50 of 100 stuks op, zeg maar, om te testen. En dan is het product lanceren met een goede listing, goede titel, goede copywriting.
Goede marketing erachter via sponsor products. Dus Oké. dat zijn de eerste basisstappen, denk ik, die je moet nemen. Want je wilt die cashflow uiteindelijk op gang gaan krijgen. Ja, zeker. Ja, leveranciers, als we het daarover hebben, dan praat je over Alibaba of wat voor leveranciers gebruiken jullie voornamelijk? Kan Alibaba zijn, kan via Zentrada, je kan met Europese groothandels werken. Wij doen het zelf wel voornamelijk via Alibaba, omdat dat in mijn ogen is het gewoon makkelijkst, het goedkoopst. Dus je kan de beste marges erin krijgen. En vaak om een eigen merk op te zetten, want dat is uiteindelijk wat wij altijd willen doen. Dus wij willen echt een eigen merk opzetten. Is het vanuit China in mijn ogen vaak ook makkelijker te doen dan wanneer je met Europese groothandels werkt. Want vaak verkoop je dan toch meer hun merken, zeg maar, dan dat je je eigen merk gaat verkopen. Oké, en als we het dan hebben over het stukje branding en merkloos, start je dan echt met het verkopen van merkloos producten op Bol nu, of ga je gelijk een brand proberen neer te zetten? In mijn ogen, wat mij altijd is geleerd, als je iets doet, doe het dan meteen goed. Ik denk dat als jouw product research klopt, als jij je concurrentieanalyse hebt gedaan, dat je er in 90% van de gevallen wel zeker van kan zijn dat jouw product gaat slagen. Dus wij verkopen alles meteen altijd onder een merk. Dus je wilt eigenlijk wel de visie van jouw lange termijn visie van jouw merk, wil je al een klein beetje op poten gezet hebben. Dus je wilt al een niche kiezen waar je eventueel wel of geen affiniteit mee hebt. Ik geef bij mijn student aan, ik denk dat het beter is om er wel een bepaalde affiniteit mee te hebben, omdat je dat op lange termijn leuker gaat vinden dan producten waar je totaal niks mee hebt. Tuurlijk, weet je, levert je miljoenen op, dan zijn alle producten leuk. Maar in het begin gaat dat niet het geval zijn. Dus in mijn ogen is het dan denk ik belangrijk om wel affiniteit met een product te hebben, zodat je ook zelf er vaak wat meer van af weet. Met betrekking tot eventuele retouren of klantvragen, dan dat je producten gaat verkopen waar je eigenlijk totaal helemaal niks mee hebt. Ja, vanuit daar, als je je brandstrategie een klein beetje al. Dat hoeft nog niet helemaal compleet te zijn als je begint. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook gewoon een proces. Maar dat je in ieder geval alvast een bepaalde visie voor je schetst van oké, daar wil ik. Ja, oké. Nou, stel je gaat die producten dus inkopen via Alibaba. Je hebt je product research goed gedaan via een Riley of een Bollo of wat voor tool je dan ook gebruikt. Waar stuur je die producten heen? Stuur je die echt naar je zolderkamer toe of stuur je die naar een fulfillment center? Hoe zou je dat aanraden om beginners te laten doen? Hangt er vanaf hoeveel tijd iemand heeft en hangt er vanaf hoeveel zin iemand heeft zelf pakketjes in te gaan pakken. Kijk, wij proberen altijd gewoon zoveel mogelijk een bedrijf te automatiseren. Maar ik kan me ook best begrijpen dat niet iedereen meteen heel veel geld heeft om op te starten, zeg maar. Dus dat je bepaalde dingen nog wel in eigen hand wil hebben. En dat is ook prima. Maar hoe wij in principe altijd te werk gaan, wij laten sowieso altijd eerst een sample overkomen. Zodat je al meteen een soort van kwaliteitscheck kan doen. En wij werken het liefst gewoon met fulfillment centers samen. Kijk, wij hebben natuurlijk het geluk dat we LVB hebben. De mensen die nu nieuw beginnen, die kunnen niet meteen bij LVB beginnen. Maar daar heb je gelukkig wel gewoon hele goede fulfillment centers voor. En dan kan je in principe je hele logistieke gedeelte eigenlijk meteen al automatiseren. Ja, En dat dat is heeft wel onze voorkeur. Omdat je dan gewoon heel veel tijd over gaat houden voor eventueel meer research. Je webshop op poten zetten, de juiste influencers vinden, nou ja, ga zo maar door. Dat jij, wij hebben het zelf ook gedaan, maar bij ons ging er soms een hele zaterdag ja, weet je, aan vooraf om pakketjes in te pakken, zeg maar. Dus dat kost gewoon heel veel tijd. We waren soms 10, 11 uur op een dag bezig om dozen in te pakken en pakketjes in te pakken. Dus het liefst automatiseren we dat eigenlijk meteen. Okay. Nou, dan heb je natuurlijk dat product is al bij Fulfillment Center, dan heb je nog die ideale listing nodig. Ja, wat is nou echt belangrijk op Bol bij die titel, foto en omschrijving? En levertijd natuurlijk ook vanuit je Fulfillment Center. Kijk, als je zijn ook mensen die bijvoorbeeld dropshippen op Bol in het verleden vanuit China wat Ja, totaal. En er zijn ook mensen klopt. die dat aanraden. Dus hoe kijk je naar het stukje levertijd, de prijs, die natuurlijk ook belangrijk is voor het verkopen van je product uiteindelijk. Je wil niet snel op prijs gaan concurreren, maar leeftijd, prijs en ja, de hele listing, titel, omschrijving. Ja, eigenlijk hoe wij het leren is dat we überhaupt niet echt op prijs willen concurreren. Dus wij willen gewoon een aanbod creëren dat ten alle tijde beter is dan wat er momenteel staat. Dus daarom hoeven we niet per se op prijs te concurreren. Hoe ik het altijd doe, ik maak mijn winstberekening voor nieuwe producten, maak ik altijd op 5 tot 6 prijzen aan. Dus je hebt je geëimde verkoopprijs,
Dan heb je twee prijzen daarboven. Dus dat is je uitverkoopprijs en twee prijzen daaronder. Eventueel je promotieprijs of je prijs om sneller te ranken. Zodat je in ieder geval nog genoeg marge houdt. Leeftijd is in mijn ogen heel erg belangrijk dat je gewoon vandaag bestelt, morgen in huis hebt. Dus als je een fulfillment center hebt die dat niet kan bewerkstelligen, dan zou ik naar een ander fulfillment center zoeken. Natuurlijk heb je bepaalde piekperiodes dat ook Bol.com niet kan. Dat terzijde, maar normaal gesproken wil je gewoon vandaag besteld, morgen in huis. En het liefst ook zo laat mogelijk. Dus vandaag voor 11 uur, vandaag voor 10 uur 's avonds besteld, morgen in huis. Dat is in mijn ogen heel belangrijk. Dat is ook heel belangrijk voor je ranking in het algemeen. Ja, en dan Wat? natuurlijk over de ranking zelf. Iedereen wil op die pagina 1 komen. Wat voor tips zou je aan iemand geven die graag naar pagina 1 op Bol wil gaan op een bepaald keyword? Onder andere heb ook geduld. Kijk, Bol is natuurlijk heel erg geëxplodeerd een paar jaar terug tijdens COVID. We zijn van, volgens mij, toen ik er was, waren er nog iets van 12 of 15.000 verkopers. Nu zitten we inmiddels boven de 50.000. Er staan ook heel veel meer producten online. Heb ook een beetje geduld. Soms heeft een product ook nodig om in het algoritme te komen. Kijk, als jij zorgt dat jouw listing op en top is, als jij zorgt dat je je aan de algoritmeregels houdt van Bol. Dus ook met je titels, ook voor de Google Shopping regels, dat soort dingen. Dan zul je vanzelf boven komen drijven. Als je daarnaast goed gebruik maakt van sponsored products. En dat hoeft niet te betekenen dat je meteen 30, 50, 60 euro per dag moet gaan spenderen. Dat kan al met 5 tot 10 euro per dag. Kan je al je kliks vergaren, kan je al je sales vergaren. En dan kom je vanzelf al boven drijven. Maar heb ook een beetje geduld af en toe. Want sommige mensen die verwachten dat ze binnen een week op plek 1 staan. Ja. Dat gaat gewoon tegenwoordig, gaat het niet meer gebeuren. Maar er wordt gewoon heel vaak ook een onrealistisch beeld in mijn ogen geschetst van e-commerce. Dat het allemaal zo makkelijk is, dat het allemaal zo simpel is. Je koopt het product in China en je pleurt het vervolgens op een platform en dan gaat het wel verkopen. Ja, dat is het niet meer. Dus investeer in je listing, investeer in een mooie productvideo. Zorg dat je je copywriting goed doet. Zorg dat je je keyword-analyse goed doet. Zorg dat je je concurrentie-analyse goed doet. En blijf analyseren en optimaliseren. Ja, dat is wel een hele belangrijke. En als we het dan hebben over sponsored products bijvoorbeeld. Ja, je kan bijvoorbeeld met die 5 tot 10 euro per dag starten. En het kan ook zo zijn, dat hebben wij ook op een merk staan. Ja, niet elke dag wordt er zoveel uitgegeven. Niet elke dag wordt er op een bepaald woord zoveel geklikt. Dus het hoeft niet zo Klopt. te zijn, net als bij Facebook. En wat veel dropshippers hebben van, hey, ik ga adverteren met 50 euro per dag. Ja, Facebook, die geeft die 50 euro per dag wel uit uiteindelijk. Die is gewoon weg, zeg maar. Of je nou wel Klopt. of niet, zeg maar. Dus dat is wel het grote Ja. daarin. Oké. Klopt. Dan heb je dus een aantal producten nu op Bol staan, dus die testfase en het loopt goed. Wat is echt het moment dat je zou gaan kijken van, hey, gaan we op andere marketplaces verkopen, of dat nou een Blokker of een Decathlon of een eigen website is? Wat is een beetje het overslagspunt waarbij je gaat kijken van, hey, zou ik ook buiten Bol gaan Ik groeien? zou als eerste punt buiten Bol zou ik ten alle tijde voor een eigen webshop kiezen. Dat is namelijk ten alle tijde altijd onafhankelijk. En dat kan je via een Shopify maken, heel simpel. Via WooCommerce kan je dat laten maken. Tenzij je er zelf in goed bent, kan je het zelf doen. Maar een eigen website kun je in principe al meteen van start gaan met één product. Er zijn genoeg voorbeelden van one product stores die uiteindelijk echt super groot zijn geworden. En je kan ook gewoon al vrij vroeg beginnen met dat. Stel je voor, je product gaat lekker op Bol. Je gaat er opnieuw 100 inkopen. Waarom zou je die dan niet even 20 apart houden voor je website? Ga een campagne alvast beginnen met een influencer. Dan kan je alvast in het algoritme van Google komen. Natuurlijk, ze zijn daarnaast nog steeds heel veel platformen, welke heel interessant zijn. Amazon is steeds groter aan het worden in Nederland. Amazon natuurlijk wereldwijd heel groot. Je hebt MediaMarkt, wat sinds kort begonnen is. Je hebt Zalando, waar je ook kunt aanmelden als verkoper. Fonk, Kaufland, Conrad. Nou ja, noem ze allemaal maar op. Maar in mijn ogen, als je op een platform verkoopt, ben je altijd afhankelijk van het platform. Als Bol morgen in één keer zegt, we stoppen ermee. Ja, weet je, dan zijn we met z'n allen zijn we de lul, om maar zo te zeggen. Tenzij je alvast dat stukje onafhankelijkheid in hebt gebouwd van je webshop. Stel, komt in één keer een of andere idioot in de EU die zegt van joh, we gaan alle platformen gaan sluiten, want dat willen we niet meer hebben. Ja, weet je, iedereen moet vanuit een eigen website. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren, maar
Even als voorbeeld, je bent altijd afhankelijk van een platform wanneer je op een platform verkoopt. En daarom denk ik dat het altijd belangrijk is om alvast een eigen webshop te starten. Terwijl je bijvoorbeeld alvast één product hebt. Dat kan gewoon. Natuurlijk wil je het liefst zoveel mogelijk producten aan kunnen bieden aan je klanten. Maar ja, kijk bijvoorbeeld naar Manscaped. Die is ook ooit begonnen met één trimmer. En vanuit daar hebben ze hun merk verder uitgebouwd. Airup, idem dito. Die zijn begonnen ooit met één fles met van die geurpotjes erop. Nou ja, kijk waar ze nu staan. Je ziet ze bijna in iedere YouTube-video van Nederland, bekend Nederland YouTube. Zie je er wel voorbij komen. Dus zo kan je ook een merk opbouwen. En dat is ook weer een beetje van, weet je, wat zijn je verwachtingen daarbij? Want een webshop ga je ook niet succesvol krijgen overnachts. Ook dat is gewoon een proces wat gewoon soms jarenlang duurt. Maar weet je, heb het geduld daar ook voor. Zeker. En dan heb je die webshop gemaakt, dan moet je natuurlijk bezoekers gaan trekken. Ja, wat zijn er in jouw ervaring de beste methodes? Dus of het nou Google Ads of Facebook Ads of influencers, welke methodes gebruiken jullie en jullie studenten daarin? In mijn ogen momenteel de beste manier om conversies te trekken, of bezoekers te trekken, in mijn ogen nog steeds altijd Facebook ads. Maar dat zijn vaak bezoekers die niet altijd kopen. Je wilt natuurlijk uiteindelijk ook een zo hoog mogelijk conversie hebben. En dat is in mijn ogen altijd gewoon door influencer marketing. Dat is momenteel gewoon de beste manier van marketing. En dat kan ook al. Daar hoef je ook niet per se heel veel geld voor uit te besteden. Want er zijn ook gewoon influencers met vrij weinig volgers. Dan moet je denken tussen de 5 en de 10k bijvoorbeeld, die al voor een heel laag bedrag of zelfs voor een gratis product al een filmpje voor jou willen schieten, bijvoorbeeld. Nou, als ze daarnaast gewoon een hele hoge engagement hebben met hun volgers, ja, kan het zomaar al een succes zijn. Ja, laten we daar even dieper op ingaan. Ik denk dat niet heel veel mensen dat gebruiken. Voornamelijk is het of Google Ads, of Facebook Ads, of your TikTok Ads of Pinterest. Over Ja. influencer marketing hoor ik niet heel veel. Van andere coaches in ieder geval waar ik contact mee heb in ieder geval. Dus ik ben wel benieuwd van hey, hoe vind je nou die influencer? En hoe laat je hem nou de juiste content maken ook? Want jij kent natuurlijk jouw product. Je hebt natuurlijk bepaalde verwachtingen wat voor video iemand ongeveer wilt schieten. En hoe gaat Ja. die video dan weer promoten? Ja. Ja, in principe is dat natuurlijk ook een beetje testen. Hè? Is dat ook een beetje analyseren, optimaliseren. Kijk, als jij voor het eerst met een influencer samen gaat werken, dan heb je best kans dat het filmpje niet per se perfect is. Maar daarmee kan je wel weer mooi testen. Want dat filmpje kan je natuurlijk en inzetten voor je Facebook ads. Kan het inzetten voor je eigen marketing. Dus je kan wel zien van oké, hoe slaat dit aan bij mijn markt? En wat zou ik zelf volgende keer anders willen doen? Wat mensen bijvoorbeeld ook vaak over het hoofd zien met betrekking tot influencer marketing, zijn Facebookgroepen. Stuur eens een moderator van zo'n Facebookgroep een berichtje van, joh, zou jij mijn product eens in jouw groep willen aanprijzen? Dan krijgen jouw mensen in jouw groep krijgen allemaal een 50% kortingslink of zo, weet je wel, zoiets. Dan stuur je ze gewoon een gratis product op. En ook dat kan zomaar heel succesvol zijn. Dus het is ook een beetje her en der wat probeert. Vaak, ik noem het vaak met hagel schieten. En zoals je met een shotgun normaal gesproken met hagel schiet. En dan hopen dat er een keer eentje toe op, zeg maar. Maar zo heb je meerdere manieren om bijvoorbeeld tot mooie content te komen. Je kan UGC creators is tegenwoordig heel groot die je kunt gebruiken om content te maken. En in mijn ogen moet je met influencers moet je eigenlijk ook een beetje stap voor stap omhoog gaan. Dus tuurlijk, je kan nu. Volgens mij is het net weer seizoen X on the Beach afgelopen. Dus die mensen zijn nu weer helemaal hot qua influencers. Maar ja, die hebben miljoenen volgers. Dus die zullen ook aardig wat knaken vragen om een story te maken al. En stories heb je eigenlijk helemaal niks aan. Dus je wilt eigenlijk echt dat ze een reel maken of gewoon echt een vaste post op hun pagina, dat die gewoon blijft staan, zeg maar. Nou, hoe kan je dat soort influencers vinden? Heel simpel, hashtag research. Ga gewoon eventjes op een zondag, regenachtige zondag, met je koptelefoon op. Open je telefoontje, hashtag, een relevante hashtag voor jouw product. Klik erop en kijk de post daarin. En daar kan je ook weer meteen heel veel andere hashtags vinden. Nou, noteer die allemaal in Excel-bestandje. Daarnaast noteer je een beetje alle Nederlandse influencers die onder die hashtag ja, berichten posten, om het maar zo te zeggen. En heb je meteen ook je hebt een hele lijst met hashtags voor je eigen post die je op je social media kan posten. En je hebt meteen een hele lijst met influencers die je kunt benaderen.
Ja, nice. Ja, ik denk dat vooral dat je zegt van, hey, ik stuur je gewoon een gratis product op. Dat is ook iets wat wij doen. Van naar bepaalde influencers gewoon, hey, hier heb je een gratis product. En dat kan ook een bekendere persoon zijn. En ik denk als je het gewoon niet probeert, ja, dan weet je het uiteindelijk nooit. Door dat Eens. te testen. Eens. Nou ja, tuurlijk, je moet kijken. Mocht jij iemand hebben waarvan jij zoiets hebt van, nou, die past echt perfect bij mijn merk. Ik stel je voor, jij bent een vrouw. Jij zit in de beautyproducten. Ja, weet je, niet geschoten, altijd mis. Hoe breder, aan een breder publiek jij jouw product kan tonen, ja, hoe beter dat is natuurlijk. Het enige belangrijke is wel dat die influencer wel een bepaalde engagement met zijn of haar volgers heeft. Ja. Stel, ze heeft 800k volgers, maar 6 likes op een post. Ja, weet je, dat koopt niet echt met elkaar. Ja, logisch. Ja, nu hebben natuurlijk mensen een beetje een inzicht van, hey, hoe start ik een bol business? Hoe start ik Shopify ernaast? Hoe zorg je ervoor dat je dingen gaat automatiseren? In het begin doe je natuurlijk ja, alles. Doe je ook product research, doe je ook de listing, doe je ook de klantenservice. Wat zou je mensen daarin ja, tips geven om te zorgen dat ze kunnen automatiseren? En welke processen zouden ze eerst moeten automatiseren? En welke juist op een later moment pas? Ik zou voor het eerst sowieso alle processen binnen jouw bedrijf zou ik uitschrijven. Van joh, waar ben je nou daadwerkelijk allemaal mee bezig? Ik weet dat 90% van de ondernemers dat niet doen. 100% zeker dat ze dat niet doen. Dat ze niet eens weten waar ze eigenlijk nou dagelijks mee bezig zijn. Maar schrijf voor jezelf eens uit van oké, wat doe ik nou allemaal? En daarna zou ik gaan kijken van oké, wat vind ik wel leuk, wat vind ik niet leuk? Waar ben ik wel goed in, waar ben ik niet goed in? Dus maak gewoon 4 categorieën. Wat je leuk vindt, waar je goed in bent, waar je niet goed in bent en wat je niet leuk vindt. Nou ja, als de dingen zijn die bijvoorbeeld in de linkercategorie van waar je wel goed in bent en wat je leuk vindt, als die daar dubbel in staan, ja, die zou ik als laatste uitbesteden. Tenzij het boekhouding is. Boekhouding zou ik altijd ZSM uitbesteden. Omdat je gewoon, ja, je financiën wil je gewoon op een goede manier onderbrengen. Je administratie, idem dito. En sommige boekhouders kunnen jou ook nog eens adviseren van, nou ja, als je sowieso doet, scheelt je dat ook weer belasting aan het eind van het jaar. Nou, zo'n boekhouder wil je hebben. Maar ik zou altijd sowieso je processen uitschrijven, zodat je ook een soort van draaiboek al hebt voor de mensen aan wie je het uit gaat besteden. Stel je voor, je huurt een virtual assistant in, die bijvoorbeeld gespecialiseerd is in klantenservice. Dan wil je natuurlijk wel aan zo iemand kunnen geven van, ja, dit is hoe ik wil dat je te werk gaat. En dit is hoe mijn product in elkaar zit, zodat ze dat wel weten, zeg maar. Dus schrijf je processen uit, kijk wat je wel en niet leuk vindt. Kijk ook waar je wel en niet goed in bent. En wees daar ook gewoon transparant in naar jezelf. Doe heel simpel. Ik weet dat ik niet goed ben in logistieke dingen. Dus dat laat ik ook gewoon aan Robin over. Dat is gewoon zo. Maar dan moet je ook gewoon eerlijk in zijn naar jezelf. Je kan niet in alles goed zijn. Nou, zorg dat je dat soort dingen als eerste uit gaat besteden. Want dingen waar je niet goed in bent en dingen die je niet leuk vindt, dat zijn vaak dingen die je wellicht wel af gaat raffelen. Of een beetje aan de zijkant zet, zeg maar. Dus waar juist de meeste winst nog te behalen is. Zo zou ik altijd kijken. En wat ik ook altijd zou doen, is even 2, 3, misschien 4 keer per jaar, sta ook even stil bij je processen. Klopt alles nog wel hoe je het op dat moment doet? Zijn er nog dingen te optimaliseren? Want dat is vaak ook de valkuil. Als het eenmaal lekker gaat, dan staan vaak mensen niet stil bij van oké, maar kan het nog beter? Het gaat lekker, kan het nog beter. Dat is vaak ook iets wat je eigenlijk een beetje in jezelf moet aanwakkeren. Dat je altijd kritisch blijft op je eigen onderneming, hoe lekker het ook gaat. Ja, tof. En stel je voor, je hebt dus die processen uitgeschreven, dus jouw klantenservice uitbesteden, et cetera. Waar vind je die mensen? Zou je echt mensen echt uit de Nederlandse taal gaan zoeken, of zou je mensen uit een lager loonland gaan zoeken in Azië bijvoorbeeld? Of hoe zou je dat proces aanpakken voor een beginner? Ja, het hangt een beetje vanaf wat voor proces het is. Kijk, iets als klantenservice, daar wil je natuurlijk iemand hebben die Nederlands spreekt. Nu kun je tegenwoordig ook in Suriname kun je vrij relatief goedkope virtual assistants krijgen, die gewoon prima Nederlands spreken. Maar stel je voor, je hebt bijvoorbeeld je logistiek of praten met leveranciers wil je uitbesteden. Ja, waarom zou je dat niet door iemand uit de Filipijnen of zo kunnen laten doen? Die spreekt perfect Engels. Nou ja, die kunnen prima met mensen uit China communiceren. Ja, dat zou ik dan niet aan iemand uitbesteden die heel veel geld gaat kosten. Wat meteen de helft van je marge bijvoorbeeld gaat kosten. Maar kijk inderdaad daar ook een beetje van, oké, wat is mijn marge?
Wat heb ik, wat kan ik kwijt om dat uit mijn handen te nemen, zeg maar? En wat levert het me uiteindelijk weer op als ik dat uit handen geef? Ja, stel je voor, je hebt die mensen dan aangenomen. Hoe ga je ze aansturen? Dat is natuurlijk een lastig proces voor veel ondernemers. Om in ieder geval een team te bouwen en te denken van, hey, hoe kan ik dus andere mensen diezelfde visie te laten geven die jij ook hebt voor het bedrijf? Want hun kijken natuurlijk op een andere manier. Ja, ik denk dat je dat sowieso nooit echt moet gaan verwachten, dat iemand dezelfde visie en dezelfde werkwilligheid hebt binnen jouw bedrijf als wat jij hebt voor jouw bedrijf, want het is niet hun bedrijf. Ik denk dat je dat nooit mag verwachten, want voor die mensen is het gewoon een 9 tot 5 baan of een extra bijverdienste. Maar ik denk belangrijk dat je gewoon er heel in het begin sowieso er heel dicht op zit. Dus echt wel gewoon kijken van oké, hoe doen ze hun werk? Wekelijkse calls om dingen te bespreken van oké, hoe is het de afgelopen week gegaan? Misschien zelfs twee wekelijkse calls. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je daar best wel dicht op zit. Maar probeer ze ook gewoon gemotiveerd te houden. Misschien kun je bepaalde incentives kun je bedenken voor die mensen als bepaalde KPI's halen of zo, weet je wel. Dat ze een bonus kunnen krijgen, dat soort dingetjes, zeg maar. Ja, misschien ook wel het controleren. De manier hoe wij het doen is ook gewoon wekelijkse 1-op-1 meetings houden met mensen die voor ons werken en wekelijkse team meetings. Maar ook dat elke dag wanneer ze werken, dat ze aan het einde een soort rapport invullen. Waarin dus staat van, hey, dit zijn de KPIs, heb je dit en dat gedaan? Dan krijgen ze ook meer die commitment. En ook wat jij zegt, als je dit haalt, dan krijg je misschien hier een 100 euro Ja. bonus. Ja, ik denk dat, kijk, het is niet voor niets in de sales dat mensen heel veel met targets werken. Maar ik denk ergens dat het gewoon goed werkt als jij gewoon bepaalde KPI's voor jouw virtual assistants opstelt en ze halen die. Ja, waarom zou je daar geen beloning tegenover zetten? Want ze doen uiteindelijk wel iets waar jij ook van profiteert in die zin. Dus ja, waarom zou je daar niet iets tegenover zetten? Als zij dat dan, want wat voor ons misschien, laten we het even hebben over 100 euro. Ik zie dat hier in Thailand ook een beetje. Voor ons is 100 euro, ja, is niks in principe. Terwijl dat in dit soort landen is dat heel veel geld. Dan kunnen ze gewoon een week, zo niet 2 weken, kunnen ze een boodschap van halen of een huur weer van betalen, weet je wel. Dus weet je, wat voor ons misschien een kleine geste is voor dat soort mensen wellicht wel zo van, ja, weet je. Ik zie dat hier bijvoorbeeld ook bij een goede maat van mij, waarmee ik altijd naar de gym ga, die heeft hier een pannenkoekenrestaurant in Bangkok. Ja, die betaalt zijn werknemers ook gewoon net iets meer dan wat de gemiddelde restauranthouders hier doen. En die doet ook net dat extra stapje voor zijn medewerkers, waardoor je wel ziet dat zijn. Want in Thailand heb je in restaurants best wel een groot verloop op staf, zeg maar. Dus dat ze heel snel weggaan. Maar bij hem zie je toch wel dat er redelijk stabiel, dat de werknemers wel redelijk stabiel gaan blijven. Dus dat doet hij toch ergens, doet hij wat goed. Oké, dus hij heeft echt een commitment nog met zijn bedrijf en hij let ook echt op zijn personeel. Ik denk dat dat Ja. de fout is die ik zelf in het begin ook heb gemaakt. Van hey, ik besteed bijvoorbeeld iets uit, of het nou klantenservice is. En je gaat iemand niet controleren. Dus je denkt van hey, ik heb het uitbesteed, dus ik hoef niet meer te checken of iemand het goed doet. Want ja, Ja, iemand. nee, dat is echt het domste wat je kan doen. Uiteindelijk is jouw bedrijf altijd jouw eigen verantwoordelijkheid. Ik controleer mijn boekhouder ook nog steeds. Weet je, ik verifieer dat ook nog steeds. Van ieder kwartaal, ieder jaar, alles wat hij doet. Ja, maar dat is ook zo. Kijk, even heel simpel. Stel je voor, hij maakt een fout met de belasting. Dan is hij niet degene die daarvoor moet opdraaien. Ik ben degene die daarvoor moet opdraaien. Dus ik denk dat ook dat het niet meer dan logisch is dat je dat controleert. Ja, nice. Ja, laten we even richting je coaching business of in ieder geval growth field stappen. Ben je dat toen gestart? Waarom ben je het gestart? Hoe is dat proces verlopen destijds? Ja, we merkten op een gegeven moment dat onze bolbusiness ging heel lekker. En we merkten ook gewoon, Robin die was ook gestopt met werken voor een baas. En we merkten op dat moment gewoon dat we ja, gewoon wat tijd over hadden. En ik zag gewoon dat er best wel veel mogelijkheden lagen binnen listings maken, branding. Dat daar nog niet heel veel aanbod in was of überhaupt goede aanbod in was, zeg maar. En we werkten op dat moment, hadden we ook al meerdere pilots gedraaid met het account development team van Bol. Dus wij wisten ook al redelijk wat de algoritme regels van Bol waren. Dus daarom dat ik zoiets van, ja, weet je, waarom zouden we dat niet doen? We hadden zelf ook gewoon een Nederlandse designer, waar we zelf onze listings ook via lieten maken. Die woont in de buurt van Arnhem. Nou, zijn vriendin, die was fotograaf. Dus dat was meteen een mooi team in principe die je daar had samengesteld. Robin is een ontzettende grammatica-natie in die zin. Dus die kon alle
Alle teksten kon hij altijd controleren. Ja, en ik was dan weer meer het expert van oké, branding, visualisatie, customer journey, zeg maar. Dus je had eigenlijk best wel een redelijk compleet team al zo staan. Dus ik dacht van, ja, weet je, waarom ga ik het niet gewoon proberen? En in de tijd dat ik growth van het opzetten was, kwamen ook steeds meer mensen. Ik was dan ook wel best wel actief in de Bolu community en die Facebookgroepen. Kreeg best wel veel DM's ook van, joh, zie je het een keer zitten om met mij een uurtje te zitten, om eens te kijken naar mijn bedrijf. Ik dacht van, nou, er zit ook nog wel wellicht wat geld. Dus toen ging ik eigenlijk sessies van een uur doen. Toen reken ik volgens mij in het begin nog maar €50 per uur. Dat had ik meteen al moeten ophogen. Maar ja, en eigenlijk ik ben toen in 2021 ben ik 2 maanden ook naar Thailand geweest. Dan heb ik 2 weken heb ik in quarantaine gezeten. En in die 2 weken heb ik eigenlijk alles een beetje opgezet. Is alles van start gegaan. Eerste klanten meteen ook binnen. Eerste coaching sessies. Ik heb toen volgens mij een keer één dag heb ik 10 coaching sessies op een dag gehad. Want ik zat toch 24 uur opgesloten. Dus ik denk van ja, lekker knallen met die sessies. Dus ja, dat was wel grappig. Dus daar is het eigenlijk begonnen. Vooral met name de focus op listings maken en branding. Maar ja, in de loop der tijd kregen wij steeds toch meer vragen van, joh, weet je, toen kwamen de coaches ook al steeds meer. Of wij ook niet mensen wilden gaan begeleiden. Dus toen had ik het er met Robin over. Ik zeg, ja, hoe denk je daarover? Toen hadden we zoiets van, ja, laat het maar gewoon beginnen. En toen zijn we begonnen met 5 studenten. Die hadden we al redelijk snel. En dat ging vrij goed. Die resultaten waren ook al snel heel lekker. Dus dat ging allemaal top. Maar toen ging ik op een gegeven moment, gingen wij beide emigreren, Robin naar Portugal en ik naar Thailand. Dus toen zijn we er ook mee gestopt, omdat we op dat moment gewoon niet de tijd meer hadden om de juiste aandacht te geven aan de studenten, zeg maar. En sinds vorig jaar zijn we er weer terug mee begonnen. Ja, super nice man. Ja, dat herken ik zelf ook wel, dat je met echt een laag bedrag bent begonnen per uur, zeg maar. Je hebt het ook echt opgebouwd. Ja, dat vind ik wel super tof om te zien. Tja, we weten natuurlijk wat voor concurrenten we allemaal hebben. En die hebben misschien één keer leuk gedraaid. Soms, met een bol Ja. voor business dan ook. En dan is hun main business is uiteindelijk het coachen geworden. Coach, ja. Dan zijn ze zelf niet meer actief. Weten ze zelf de regels niet meer van de NVWA. Klopt. Wat dan ook. En dan, ja, is hun main business is eigenlijk mensen helpen. Ja, en grappig is ook vaak dat ze dat niet eens doen. Zij zijn het gezicht van de coaching. Even En zelf vervolgens dik houden. kom je bij Jantje, Pietje of Klaasje terecht, die zelf al 4 maanden bezig is. Ja, er zijn heel veel voorbeelden van. Ik kwam toevallig laatst ook nog op een Instagram terecht van gasten die dat ook deden, die zelf pas een jaar bezig waren. Denk van oké, maar wat kun jij in een jaar ondernemen opgebouwd hebben dat jou genoeg kennis geeft om andere mensen te gaan coachen in het ondernemen? Dat kan niet in een jaar. Dat is onmogelijk. Je kan niet in een jaar die ervaring opgedaan hebben om andere mensen te gaan begeleiden. Ja, en dat is ook wel belangrijk dat je zelf een bewezen track record hebt. Dat je zelf actief verkoopt op Bol en dat in het verleden ook hebt gedaan, die lessen daaruit hebt getrokken. En Ja. daaruit echt mensen naar jou toe zijn gekomen en dat je dat hebt opgebouwd. Dat vind ik wel tof om te zien. Nu doe je het voornamelijk via Zoom, volgens mij. Vanuit Thailand waarschijnlijk. Klopt, ja. Onze coaching is inderdaad alles via Zoom. We hebben gewoon wekelijks hebben we een call van 1 uur tot 1,5 uur met onze studenten. Vandaar dat we ook gewoon gelimiteerde plekken hebben. Wij doen nu momenteel max 20 tot 25 mensen per maand. Zitten in een persoonlijke WhatsApp-groep met ons waar ze 24/7 vragen kunnen stellen. Ze krijgen best wel veel tips en tricks van ons, documenten die wij vooraf hebben opgesteld. Maar ja, ik heb eigenlijk meestal drie momenten per week ook wel dat ik voor mezelf ook in mijn agenda heb gezet van oké, even kijken hoe het gaat nu met alle studenten. Dus ik probeer ze daar ook wel een klein beetje, hoe noem je dat, accountable te houden. Ook dat je ook een soort van accountability partner voor die mensen wordt, zeg maar. Ja, dat is wel super tof, man. Want ja, die één op één is zo waardevol. En ook dat WhatsApp-contact, dat merk ik zelf ook bij mijn eigen klanten. Ten opzichte van gewoon, ja, hier heb je een videocursus. En één keer per week hebben we een groepscall met vijf Ja. mensen bijvoorbeeld. En dan durven mensen bijvoorbeeld niet eens te vragen. Of dan hebben ze niet die persoonlijke aandacht. Ja, dat is wel super Ja. dat jullie dat gewoon nog steeds één op één geven aan jullie klanten. Ja. Ja, natuurlijk, weet je, we zouden wellicht heel veel meer geld kunnen verdienen als we het op die manier zouden doen. Maar ik zou er zelf dan ook niet achter staan, weet je. Kijk, tuurlijk, we doen het natuurlijk nu ook niet gratis, maar dat is logisch. Ik bedoel, niemand werkt gratis. Maar ik denk wel door die één op één
aandacht die je mensen geeft, inderdaad ook de wat meer verlegen mensen, dat die juist ook op die manier een beetje uit hun schulp kunnen komen, die juist in een groepscoaching of in een groepschat of in een complete community misschien een beetje onder zouden sneeuwen. Dus ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En ook als je één-op-één coaching hebt, dan ben je er als coach ook veel meer bij betrokken. Dus je weet ook veel beter van, oké, nou, waar is die mee bezig? Waar is die mee bezig? Ik heb ook een heel logboek heb ik voor mezelf in elkaar gezet, dat ik gewoon echt precies weet waar iemand op dat moment staat, zodat ik ook weer weet wat ik de volgende call met zo iemand kan behandelen, zeg maar. Ja, dat is wel super tof dat jullie dat op die manier doen. En hoe was het voor jou om jezelf op social media te laten zien? Ik weet wel, toen ik daarmee begon, ik had daar nog wel een beetje, ik weet niet wat voor persoon jij bent, maar ik had er nog wel een beetje moeite mee van je gezicht erop zetten. Ik ben helemaal niet zo van mezelf laten zien. Andere mensen hebben dat misschien wel. Hoe was dat voor jou dat je misschien meer klanten ging werven door jezelf meer online te zetten op Instagram of op Facebook? Ja. Ik had best wel geluk dat ik de eerste filmpjes die ik echt van mezelf opnam, was tijdens die quarantaineperiode in het hotel in Thailand. Dus ik zat 2 weken alleen in een hotelkamer opgesloten. Dus ik heb toen echt lopen shooten, shooten, shooten. Ik denk van, als ik het dan dadelijk helemaal niks vind, heb ik in ieder geval voor de komende 2 maanden heb ik alvast content. En dan kan ik mezelf er dan een beetje in trainen. Maar ja, de eerste keer was gewoon heel ongemakkelijk. Tuurlijk, je zit jezelf terug te kijken en denk van, nou, dit slaat helemaal nergens op. Maar ik denk dat je op een gegeven moment word je er ook gewoon wat beter in. Je wordt gewoon een betere spreker. Je wordt wat comfortabeler voor de camera. En je weet ook gewoon op een gegeven moment wel, oké, waar je het voor doet. Zeker als je ook de eerste klanten binnen gaat krijgen, zeg maar. En ik weet, mijn compagnon die moet daar helemaal niks van hebben. Die zou dat helemaal niet. En ik had in het begin had ik ook zoiets van, ja, weet je, sta ik weer overal met mijn kop dadelijk op social media. Vind ik eigenlijk ook niet, maar. Ja, ik denk het moet wel, want anders ga je geen klanten trekken. Want social media, via marketing, via social media is momenteel ja, the way to go, om maar zo te zeggen. Dus ik heb toen gezegd van, nou weet je, fuck it, ik ga het gewoon doen. Ik stap gewoon over die drempel heen. En weet je, en nou, die 2 weken quarantaine hielp daarin wel. Want zo kon ik mezelf toch wel een klein beetje trainen van, oké, in welke stijl wil ik het een beetje doen. Ik wil het ook niet helemaal, ik wil het ook gewoon een beetje simpel houden. Dus die 2 weken hebben mij wel heel erg geholpen. En vanuit daar heb ik gewoon eigenlijk continu gaandeweg door Thailand heb ik ook weer nieuwe filmpjes opgenomen. En toen in Nederland, ja, toen ging het eigenlijk gewoon als vanzelfsprekend, om maar zo te zeggen, hoorde er gewoon bij. Nice. Ja, dat is wel die stap die je dan neemt uit die comfortzone. Heel veel mensen die blijven altijd uiteindelijk in die comfortzone. Dus door niet die bold Ja. business te starten of niet dat te doen. Dus dat is wel een heel belangrijk aspect daarin. Ik vraag altijd aan gasten in de podcast, wat is nou echt één ding wat je iemand mee zou geven als die succesvol wil worden? Bijvoorbeeld, ja, in jouw geval als expert in e-com. Wat is daar het belangrijkste in als het maar één ding is wat je zou kunnen noemen? Zo, één ding is wel lastig. Ik denk vooral, weet wat je verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn als ondernemer. Ik denk dat dat echt het belangrijkste is om op lange termijn, dat gaat je geen snel geld opleveren, maar op lange termijn succesvol te worden en te blijven vooral. Dus dat je ook je dalen kan opvangen. Ja, dat is wel super tof. Ik wil je in ieder geval enorm bedanken voor dat je aanwezig was op die podcast. Hieronder kunnen mensen je ook vinden op alle socials, Instagram en Facebook. Zal ik even linkjes neerzetten. Als ze Thanks. hebben in je coaching of meer met je willen sparren, dan is dat zeker mogelijk. Dus ja, ik wil je in ieder Absoluut. geval bedanken en wie weet tot de volgende keer. En heel veel succes met je studenten en met Bol in ieder geval. Thanks man. Dus jij ook super bedankt voor je tijd en super bedankt voor de uitnodiging dat ik hier mocht zijn. Super, man. Tot de volgende. Yes.